ik heb hier een vraag voor jou. Oké. Okay. En je mag gewoon een beetje naar binnen gaan om, om daar een antwoord op te creëren voor jezelf. Je hoeft hem niet uit te spreken, maar de vraag is, voel jij je verantwoordelijk voor jouw bewuste en onbewuste seksuele communicatie en de reactie hierop? Dus nogmaals, voel jij je verantwoordelijk voor jouw bewuste en onbewuste communicatie, seksuele communicatie? Ja. En de reactie daarop? En de reactie daarop? Dus eigenlijk nee. Datgene wat jij bewust en onbewust communiceert naar de buitenwereld, naar een ander toe, en dan meer op het seksuele vlak, voel jij je daar verantwoordelijk voor? Ja. En voel je je ook verantwoordelijk voor de respons daarop? Nee. Oké. Okay. Ja, oké. En is dat nooit? Nee, altijd. Je voelt je nooit verantwoordelijk voor de reactie op jouw communicatie. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen communicatie naar de anderen toe. Ja. Ik voel me niet verantwoordelijk voor de reactie van de anderen. Oké. Dat is iets waar ik niet zoveel aan kan doen. Dat is aan hun zelf. Mm-hmm. Zolang ik maar verantwoordelijk blijf voor mijn eigen. Dus jij checkt jezelf. Ja, Je bent kritisch op jezelf. Ja. En kun je dat ook meten door te checken van hoe de ander reageert op jou? Ja. Oké. Okay. Dus je checkt wel? Ja. Oké. Okay. Ik tegenwoordig wel. Dus er is wel een deel in jou die checkt de reactie van de ander. En zo nodig stuur jij jezelf bij. Dat is wel nieuw. Okay. Dat deed ik eerst niet. Okay. Dat is wel echt nieuw. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Want jij hebt natuurlijk ook een opleiding gehad. Theater, toneel. Je weet, wij communiceren met ons gedrag. Ja. Nou, dan wil ik even wat over schrijven. Nou, de ingrediënten van ons gedrag. Gedrag. Ja, waar wij dus mee communiceren, bestaat grotendeels uit de tonatie, tonaliteit, de woorden die we spreken en de fysiologie. Mm. Oké, okay, dus dit is zeg maar 100%. Hier communiceren wij mee. Het is gebleken dat de tonatie 38% is, woorden 7%. En de fysiologie energie 55. Kijk! 55. Kijk. Hè. Maar het is wel interessant hè, dat de woorden die je spreekt minder impact hebben dan de tonaliteit. Ja. En dan je fysiologie en dan de energie. Ja, absoluut. Hè, behoorlijk. En als we dan kijken naar dit plaatje, dan zou je kunnen zeggen dat de tonaliteit onbewust is, dat gaat eigenlijk vanzelf, tenzij je geschoold bent in de taal en dit voor je werk gaat doen, dan ga je dat natuurlijk bewust gebruiken. Maar over het algemeen in het dagelijks leven gaat dit onbewust. Tonaliteit 38, fysiologie 55, hè, de bewegingen, de mimieken, dat gaat vanzelf, dat gaat onbewust. En een deel van onze woorden ook nog, dat gaat vanzelf. Dus je zou kunnen zeggen dat 95% van ons communiceren met onszelf en naar de wereld toe, de buitenwereld toe, is onbewust. Gaat vanzelf. Ja. En dan is het interessant, wat ligt er allemaal opgeslagen in dat onbewuste van ons? Wat nemen we tot ons? Waar oefenen we in? En wat kijken we? Wat lezen we? Welke overtuigingen ontstaan er allemaal? Over onszelf, over de wereld om ons heen. Want daar communiceren wij mee.
We gaan het vandaag hebben, Mingus, over een aantal dingen, een aantal onderwerpen. En dat is piekorgasme gericht of CQ-verslaving. Wat is CQ? Je hoeft niet verslaafd te zijn als je er gericht op bent. Dus het kan ook een verslaving zijn. Ja. Ja. Vroegtijdig klaarkomen. Seksuele manipulatie. Dopamine high gericht CQ-verslaving. Invloed van porno op jezelf en op je relatie. En een verlaagd libido. Daar gaan we het over hebben. Eens even kijken. Ja. Iedereen die heeft wel een eerste keer dat je bepaalde seksuele sensaties bij jezelf ontdekt. Dat je erachter komt dat je misschien orgastisch bent. Ik wil iets delen dat ik erachter kwam. Mijn eerste keer dat ik die sensaties heb ervaren waren in een klooster. Ik zat 9 keer 10 dagen ging ik naar een klooster. Goeie plek. En ik kwam daar een jongen tegen die heette Mario. En ik was een jongen van 14, 15 jaar. En Mario, die jongen had al wat seksuele ervaring. En wij hadden een sportfamilie en ik hield me eigenlijk alleen maar bezig met sport. Seksualiteit, ja, dat voelde ik wel, maar dat was niet bespreekbaar. Dat was er in principe niet. Maar Mario, ik kwam in contact met hem en nou, op een gegeven moment zitten we zo en hij zegt van Ronald, heb je wel eens een orgasme gehad? Ik zei, orgasme? Ja, dat je een stijve piemel hebt en dat je dan masturbeert en dat je dan sperma uitspuit en dat je dan een onwijs fantastisch gevoel krijgt. Nee, ik zeg, nee, dat heb ik nog nooit gehad. Hij zegt, nou weet je, dat moet je echt gaan ervaren. Dus hij heeft me uitgelegd hoe ik dat zou moeten doen. Ik moest een wc-rol op mijn kamertje hebben en dan moest ik gaan liggen en dan moest ik aan iets lekkers of iets fijns denken. En dan moest ik aan mijn piemel trekken en dan zou ik een stijve krijgen en dan op een gegeven moment dan zou er sperma uitkomen en dan zou ik een fantastisch gevoel krijgen. Dus ik was heel nieuwsgierig. Ik nam mijn kamer, wc-rolletje neergezet en ik ging dat doen. En ik had inderdaad een stijve piemel. Maar er kwam niks. En ik had ook niet dat fantastische gevoel wat hij zei. Dus ik ging naar beneden. Ik zeg, Mario, het ging op zich prima. Ik ging aan mijn piemel trekken en hij was ook stijf. Maar er gebeurde niks. Nee, hij zegt, maar als je dat dan doet, dan moet je op een gegeven moment aan iets heel lekkers, of hè, als je op vrouwen valt, dan denk je aan hele mooie vrouwen en misschien wat geluiden erbij bedenken en dan ga je door en dan komt het absoluut. Nou, dus ik weer naar mijn kamer, een paar uur later, ik weer die wc-rol neergezet en ik deed het en verdomd, het lukte. Wat hij had gezegd, hè, dat lukte. Dus op een gegeven moment toen hè, de energie die bouwde op. En toen ging ik dus denken aan beelden die ik dan wel lekker en mooi vond. En bang! Ik had voor het eerste keer in mijn leven had ik een piekorgasme. En sperma kwam eruit, dus het was toch een beetje, het was de eerste keer, dus het was een beetje rommelig zo met dat wc-papiertje. Maar goed, het was gelukt. En inderdaad, dat was een heel fijn gevoel. En vanaf die dag ben ik dat steeds vaker gaan doen. Want ik vond het fantastisch. En ik was hem ook heel dankbaar dat hij me dat had uitgelegd. En dat hij zo intiem dat aan mij had verteld. En dat ik dat ook kon delen met hem. Dus ik nam dat mee. Ik nam dat mee in mijn leven. Ik had ook een keukenrol had ik op mijn nachtkastje gezet. En het was eigenlijk iedere dag iedere avond voor het slapen gaan masturbeerde ik. Om uiteindelijk gewoon dat heerlijke, fantastische gevoel te krijgen en lekker te kunnen slapen.
Maar het was ook zo, dat was voor mij dus seks. Dus ik nam ook dat gegeven mee in mijn relaties. Want ik was gek van meisjes. Ik vond dat heel erg leuk en interessant. En daar raakte ik in contact. Nou, en dan ging ik dus ook seksueel in contact. En ik dacht ook echt van, nou ja, als ik dan klaar kom, dan is het klaar. Dat is seks. En nou ja, zo heb ik dat een hele tijd geoefend. En ik kwam er ook wel achter dat meisjes mij niet zo heel lang interessant vonden. En ze spraken er niet echt over van waarom. Maar ik weet nu wel dat ik gewoon heel erg op mezelf gericht was. Ik was gewoon solo gericht. Maar ook totale onwetendheid. Ik wist eigenlijk helemaal niks. Wij waren een sportfamilie, we hadden het niet over seks. Dus, toen ben ik wel wat bij gaan leren, want ik had wel gehoord af en toe van meisjes van, ja maar Ron, ik ben er ook nog en je kunt dit doen, je kunt dat doen. Dus ik leerde wel dingen bij van hoe ik dan een meisje kon behagen en dingen voor haar doen. Maar uiteindelijk wilde ik gewoon dat piekorgasme. En ik werd uiteindelijk een soort slaaf van dat piekorgasme. Dus dat piekorgasme, dat moest er altijd zijn. En het is best wel heftig om te vertellen. Want ik was slaaf van het piekorgasme. Maar ook mijn vriendinnetjes, die hadden daarmee te maken. Want ik had heel vaak gewoon zin in seks. En misschien niet echt seks, maar ik wilde gewoon heel vaak klaarkomen. Dus ik had heel vaak een stijf pik. En dan vroeg ik ook aan meiden van of zij iets wilden doen. Of ik wilde seks, of ik wilde gepijpt worden. Maar in ieder geval, ik wilde dat. En doordat ik op die piek gericht was, heb ik een keer een vriendin gehad en die wist precies hoe zij daarmee om moest gaan. Hoe zij in principe daar een slaatje uit kon slaan. Die verslaving die ik had, die kon zij heel goed gebruiken. Dan kun je je afvragen van ja, maar hoe deed ze dat dan? Nou, ik liet mezelf manipuleren. Het was zo, als mijn vriendinnetje dan bijvoorbeeld op mij zat en ik ging naar dat point of no return toe, dan op dat moment zei zij van nou, ik wil graag een nieuw tuinpakje. Ze wilde nieuwe schoenen, ze wilde een nieuwe tas. Iedere keer wist zij precies te vragen op het juiste moment wat zij wilde. En ik zei altijd ja. Omdat ik gewoon puur verslaafd was aan mijn piekorgasme. Ja. Wat ik eventjes belangrijk vind om te vertellen is, dan haal ik er even een structuur bij. En die structuur is het vierstaps leerproces. Want die heeft heel erg te maken met mijn proces en het leren van een snel orgasme. Dus ik wil je eventjes vertellen. Het vierstaps leerproces is een proces waar we altijd doorheen gaan als je iets leert. En om uiteindelijk onbewust bekwaam te worden in datgene wat je doet. Dus wat er gebeurde toen Mario mijn attendeerde op dat piekorgasme. Ik wist dus niet dat ik dat niet kon. Dat wist ik niet in het begin. Ik wist niet dat ik dat niet kon, want ik wist niet eens van het bestaan af. Dus wat hij zei is van nou, zou je dat willen leren? En toen werd ik nieuwsgierig. Nou,
toen werd ik me dus bewust dat ik dat nog niet kon. Dat ik daar onbekwaam in was. Nou, toen ben ik gaan oefenen. Ik ging me bewust bekwamen. En uiteindelijk werd ik onbewust bekwaam in het hebben van een snelle piek. Want dat ging eigenlijk vanzelf. Dus deze strategie, ditgene wat ik mezelf heb aangeleerd, dat nam ik mee in mijn relaties. Iedere keer als ik seks had met een meisje, kwam ik binnen 1 of 2 minuten kwam ik klaar. En ik dacht van nou, dat is hoe het moet. Dus deze structuur is belangrijk. Waarom? Omdat ik uiteindelijk ook heb geleerd hoe het anders kan. En dan ga je eigenlijk van stap 4 ga je weer naar stap 2. En dan weet ik van nou, ik ben bewust nog niet goed of onbekwaam in het kunnen uitstellen van mijn piekorgasme. Of het leren circuleren van mijn energie. Maar dat komt later. Ja, ik was dus afhankelijk van mijn piekorgasme. En doordat ik zo vaak een orgasme had, raakte ik ook mijn mannelijkheid kwijt. En dan kun je je afvragen van, maar hoezo dan? Ik raakte mijn mannelijke energie, het staan op deze aarde, de vastberadenheid, raakte ik kwijt doordat ik zo manipuleerbaar was. Ik weet nog goed dat ik had op een gegeven moment een vriendin en dan waren we samen in de badkamer en dan was ik wat eerder klaar en als wij seks hadden, dan deden we altijd zo'n lampje in het stopcontact. Als je kleine kindjes hebt, dan doe je een lampje in het stopcontact, want dan is het niet zo erg donker. Nou, datzelfde lampje hadden wij als we seks konden gaan hebben. Dus dan ging ik naar de slaapkamer en dacht van, nou, ik doe vast dat lampje erin, want dan gaat het gebeuren. Dus dan had ik de massageolie klaargezet en zo'n lampje erin. En dan kwam zij, en wat deed zij? Pok, lampje eruit, lag ze hem neer. Dat gaat niet gebeuren. Dus zij bepaalde en ik liet haar alles bepalen. Dus ik was totaal uit mijn mannelijke kracht. Doordat ik verslaafd was aan datgene wat er moest gebeuren. Ik was slaaf aan het gedrag. Lange tijd. En zij heel goed wist dat te gebruiken en misschien wel misbruiken, hadden we ook niet vaak seksueel contact. Want de intimiteit, de intentie van ons contact was ook niet veel. En doordat we weinig seksueel contact hadden, miste ik dat heel erg, want ik wilde gewoon iedere keer die piek. Dus wat deed ik? Ik ging naar snelle masturbatie en naar de porno. Dus ik ging porno kijken om gewoon een snel orgasme te kunnen krijgen. Maar nu komt ie. Wij hadden een vriendengroep. En we kwamen vaak, voordat we uitgingen, kwamen we dan met elkaar. Gingen we een biertje drinken, gezellig even zitten. Klein beetje evalueren van wat we die week hadden meegemaakt. En dan gingen we uit. Dat deden we altijd. En die vriend van mij, die zegt van, Roon, ik heb nu een vriendin, dat is ongelooflijk. Ik zeg, nou, vertel. Hij zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ze is fantastisch mooi. Ze is bloedgeil. En ik mag haar neuken wanneer ik maar wil. Nou, toen dacht ik van, Jezus, heeft ze ook een zus? Ik dacht echt van, nou, dat is, dat wil ik ook. Dus, maar hij zei, ja, Roon, één ding, ik mag niet pieken.
Dus het is belangrijk dat ik mijn energie er niet meer uitgooi, maar dat ik dat leer circuleren, heeft ze gezegd. Dus dat doe ik niet meer. Nou ja, toen dacht ik van ja, maar seks is toch dat? Seks is toch het hebben van een piegelgasme? Nou ja, en toen dacht ik, ja, maar dan slaat dat helemaal nergens op wat jij hebt met haar. Totdat ik in contact kwam met haar. En ik wel wilde weten van, nou, hoe doen jullie dat dan en met wat voor bedoeling? En toen zei zij ook van, ja, Roon, na een periode, hij zegt, weet je, zij zegt, ik volg jou een tijdje. En ja, wat jij doet, is, jij bent zo op jezelf gericht. Jij bent zo solo gericht. Het is logisch dat een vriendinnetje niet bij jou blijft. Er is helemaal niks aan. Er komt geen intimiteit. Er komt geen diepgang. Want je bent alleen maar met jezelf bezig. Zonder dat ik het wist. En toen dacht ik wel van wauw, weet je. Dat wat zij samen deelden. En ik zag hun ook een heel bijzonder contact hebben. En toen dacht ik van ja, maar dat is ook iets voor mij. Weet je, daar ben ik voor op de wereld gezet. Ik wil verbinding. Maar hoe doe ik dat? Ik had echt geen idee. Maar zij vertelde me wel iets. En later ben ik een man tegengekomen. En die heeft me heel duidelijk verteld hoe het dan werkt. Zo'n piekorgasme. En wat de consequenties zijn als je dat blijft doen. En toen ging voor mij een nieuwe wereld open. Want toen is mijn wereld, misschien wel mijn model van de wereld, maar ook mijn visie op seksualiteit, totaal veranderd. Totaal. Die man die ik tegenkwam, die vertelde, hij hield een presentatie. Wat hij zei, hij zei van, weet je, Als je gericht bent op je piekorgasme, en dan moet je even weten wat een piekorgasme is, want je kunt natuurlijk meerdere orgasmes ervaren. Maar een piekorgasme is dat orgasme wat wordt opgebouwd. Hè? Dus bijvoorbeeld je hebt seks en het wordt heftiger. Hè? De dopamine die stijgt, het wordt heftiger, heftiger, heftiger. Je komt op een gegeven moment op een point of no return. Hè? En als je daar komt, ja, dan kom je klaar of je nu wilt of niet. Je prostaat gaat een beetje knijpen en dan bang, komt de sperma uit je piemel. En dan daarna zakt de energie. Ja, dus het bouwt op, het bouwt, bouwt, bouwt op. Point of no return, klaarkomen, bang, en dan zakt de energie. Dat is een piekorgasme, dat is waar ik het over heb. Hij vertelde, als jij een intieme relatie wil met een partner en je blijft gericht op het piekorgasme, en het geldt ook voor vrouwen. Het is wel een klein beetje anders, maar het geldt ook voor vrouwen. Als je gericht blijft op je piekorgasme, zul je nooit een diepere relatie kunnen krijgen. Dat zei hij. Nou, toen dacht ik, oké. Wat hij ook zei, hij zegt, weet je, de Taoïsten die zeggen dat als jij, en ik weet niet of dat waar is, maar dat zeggen zij heel, heel vastberaden, dat als je iedere keer als je klaarkomt in de vorm van een piekorgasme, dan gaat er een stukje levensenergie gaat er verloren. En dan kun je denken van ja, dat wordt wel weer aangemaakt. Maar zij zeggen van, je wordt geboren met een battery pack aan levensenergie, en de ene heeft heel veel en de andere heeft minder. En iedere keer als jij op die manier klaarkomt, hè, met dat piekorgasme, dan lever je een stukje levensenergie in. Dat kwam ook binnen. En hij zegt, ja, weet je, een piekorgasme is heel goed om kinderen te krijgen. Hè. Dat is helemaal te gek. En het geeft natuurlijk een fantastisch gevoel. Het is natuurlijk dat je daarna totaal kunt ontspannen, je kunt lekker slapen, het is anti-stress. Maar je betaalt best
een hoge prijs als je dit blijft doen. Nou. En toen ging je vertellen. Wat zijn dan de onbewuste consequenties van het hebben van een piekorgasme? Nou, dan halen we er een nieuwe flap bij. Zo. Nou. Ten eerste, we hebben te maken met over het algemeen, dit zijn de grootste, hebben we te maken met drie hormonen die spelen na het hebben van een piekorgasme. Ik ga het je uitleggen. Kijk. Als je in seksueel contact bent, dan begin je vrij neutraal. De energie die bouwt op. Laten we beginnen met oxytocine. Oxytocine is het hormoon wat ervoor zorgt dat je veiligheid ervaart. Ze noemen het ook wel het knuffelhormoon. Je ervaart veiligheid, maar ook hechting. Je voelt echt dat er een behoorlijke verbinding is tussen jou en een partner. Wat je ook kunt ervaren is die veiligheid, maar ook dat zij bijvoorbeeld de meest fantastische koningin is die er bestaat. En jij bent voor haar de meest fantastische koning. Op het moment vlak voor dat point of no return. Want als je dus seksueel contact hebt, je bent met penetratie bezig, met aanraking bezig, dan gaat de oxytocine gaat omhoog. Hè? Dus naarmate er meer opwinding ontstaat, meer frictie is, naarmate je dichter bij dat point of no return komt, is die oxytocine op zijn hoogst. Maar wat gebeurt er nou als je dus dat piekorgasme krijgt? Dan zakt uiteindelijk de oxytocine. En dat kun je voelen. Want je voelt dat doordat er opeens minder verbinding is dan dat er was. Opeens is zij niet meer die koningin die zij was, vlak onder dat point of no return. Nee, ze is nu weer iets anders. Die veiligheid, of die hechting, die is minder dan dat je begon. Nou, dat is dus een consequentie van het hebben van het piekorgasme, gedoeld op oxytocine. Maar we hebben er nog één, prolactine. En prolactine is het hormoon, dat is een hormoon wat er, als je dat bij vrouwen ziet, die ontwikkelen dat in de zwangerschap en als ze moedermelk geven. Dan is er een behoorlijke hechting met kind en moeder en dan zijn ze vaak voldaan. Hè? Je ziet ook vaak dat vrouwen die een kindje hebben gekregen en die moedermelk geven, dat ze minder zin hebben in seksueel contact, omdat ze voldaan zijn. Het is oké, okay. Het is fijn, het is veilig, het is oké. Okay. Nou, als we dan kijken naar wanneer je een piekorgasme krijgt. Prolactine staat ook in verband met je libido. Libido, daar wil ik niet over spreken. Nee, nee. Nee, want dat is bij iedereen totaal verschillend. Ja. Dus kijk, prolactine is het hormoon dat als je klaarkomt, dus zeg maar dat het point of no return hier zo is, als je dichter bij het point of no return komt, dan wordt het gevoel, dan ben je nooit voldaan. Het is meest fantastisch, het liefst wil je altijd doorgaan, totdat je over de scheef gaat. Dus als je dan over het point of no return gaat, dan opeens schiet je prolactine omhoog. En als het omhoog schiet, wat gebeurt er dan? Nou, hetzelfde als vrouwen die borstvoeding geven, voldaan gevoel, ontspannen. Ik wil slapen, het is oké. Dus dat gevoel.
Is prolactine ook het stofje wat zorgt voor het slaperige gevoel? Ja, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde, ja. Ja. Dat is wat er gebeurt. En dan hebben we natuurlijk dopamine. En dopamine is misschien wel de meest sterke mood regulator. Die zorgt voor de opwinding, voor je hele staat van zijn. Nou, als we kijken naar de dopamine. Als je dus je energie opbouwt richting dat point of no return. Dan stijgt je dopamine. Je wordt geil, opgewonden. Je zegt misschien dingen die je normaal gesproken niet zegt. Omdat alles vrij is, alles stroomt. En als je dan komt, als je dan dus voorbij dat point of no return bent en je komt, dan zakt ook de dopamine. En nou zou je zeggen van ja, dat maakt allemaal niet zo uit. En vaak voor jonge mannen, die pakken dat allemaal wel weer vrij snel op. Maar het kan best zo zijn, en zelfs ook bij jonge mannen, maar zeker als je ietsjes ouder wordt, dan kan de kater van het hebben van een piekorgasme kan best wel een tijdje duren. En ik weet Want dat hoe jij... Hoe zou je dit deze periode noemen? Is eigenlijk de herstelperiode. Een herstelperiode. Maar je kunt ook zien als kater. Ik zeg niet dat iedereen daar heel erg veel last van heeft. Maar je kunt, en vooral als man zijnde... Kun je eens checken bij jezelf van wat je ervaart, fysiek en emotioneel, na het hebben van een piekorgasme. En dat je gewoon een soort dagboekje bijhoudt van oké, hoe voel ik me dag 1, dag 2 en dag 3. Ik weet dat jij het ook doet. Dat is heel interessant, want als je dat een paar keer doet, dan ga je de periodes herkennen. En dat is heel interessant. En dat is eigenlijk een soort bewijs dat het impact heeft. Dat het hebben van een piekorgasme wel degelijk impact heeft op je fysiek, maar ook het emotionele, absoluut. Ik zie hier staan, toch dik, even kijken, vanaf 1, zo'n 17 dagen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit... verschil per persoon. Absoluut, absoluut. En bij en vrouwen is het ook... En voor de leeftijd en je gezondheid en hoe vaak je sport en al dat soort zaken. Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Dit is ook maar een voorbeeld en wat ze hebben genomen. Maar er is bij iedereen is er een effect. En als je heel gevoelig gaat worden, kun je dat steeds helderder gaan voelen. Ja. Ja? Nou, doordat ik dit had gehoord, en die vriendin van mijn vriend, die had het al een beetje verteld, maar toen werd het uitgelegd en toen dacht ik van wow, dit ga ik doen. Dit ga ik doen, dit wordt mijn nieuwe manier van leven. Want ik wil weer mijn eigen kracht terug, ik wil weer man zijn en... Die keukenrol, die mag van mijn nachtkastje. Dat hoef ik niet meer. Dus ik stopte meteen met masturberen. Porno deed ik niet meer. Ik ging niet meer masturberen. Trouwens, er is nog eentje die erbij zou kunnen. Ja, er kan nog een heel rijtje bij. Maar dat is hetzelfde als we... Omdat ik aan denk, omdat je nu net hierover begint, over je kracht. Ja? Moest ik denken aan testosteron. Ja, ja. Ja, maar weet je, daar gaan we het niet over hebben. Dit zijn de hormonen die ik nu noem en die je kunt herkennen. Want ook in de communicatie speelt er meer mee dan alleen maar tonaliteit, woorden en fysiologie. Dit zijn er een aantal die de meeste impact maken en die je ook kunt herkennen bij jezelf. Ja? Oké, dus ik ging dus hiermee oefenen. En het oefenen voor mij was gewoon, ik stopte met mijn piekorgasme. Dus
ik was, ik denk ik, een maand of zes was ik gewoon eigenlijk clean. Dat lukte in één keer? In één keer. Dat is knap. Ja. Ja, want ja, ja, dat, als ik een inzicht krijg, dan ga ik dat inzicht leven, want dat is voor mij waar. Alleen, ik wil wel uiteindelijk ook voelen dat dat inzicht, dat ik gelijk heb. Hè, dat echt iets voor mij is. Dus op een gegeven moment toen was ik in een tantra training en toen zei ik tegen die leraar van ja weet je, ik ben nu zes maanden verder en ja, ik voel me niet energieker dan toen. Er is niet iets specifiek wat er nou anders is. En toen zei hij, maar heb je wel seksueel contact? Ik zei, nee, ik heb geen seksueel contact. Ik had geen seksueel contact met niemand. En ik oefende dus ook met niemand. Toen zei hij, ja. Jij doet een no-fap, deed jij. Je moet wel oefenen. Want dan stap je in de beweging. En dan heb je motion en emotion. Dus ga maar oefenen. Ja, en toen kwam ik dus Sifra tegen. Nou, dat is mijn huidige vrouw. Maar ook haar partner. Dus wij hebben uiteindelijk met z'n drietjes een relatie gekregen. Sifra, Hielke en ik. En dat hebben we ongeveer 2 jaar geleefd. Maar ik zal je vertellen hoe het is gegaan. Want Sifra vertelde, ja Maron, je moet wel oefenen. Dus ik ging in het begin oefenen met Sifra. Want die kon heel goed... die kon mij heel goed sturen. Die was eigenlijk een hele goede teacher, omdat ik eigenlijk van een snelle piek, want die snelle piek, dat lag nog steeds in mijn onderbewustzijn. Mijn lichaam wist nog steeds, als je seks hebt, dan heb je een snelle piek. Dus ik had in principe van stap 4, dat ik onbewust bekwaam was in het hebben van een snelle piek, wilde ik naar stap 2... En dat is dat ik dus bewust nog niet bekwaam ben in het leren circuleren van mijn piekorgasme. Want ik wist niet hoe dat moest. Maar zij kon me dat leren, want zij zei van ja, dan gaan we slow sex doen. Dan gaan we het heel rustig aandoen. En ik moet zeggen, doordat zij dat we daarin gingen oefenen, ging dat al een stuk beter. Alleen, we hadden niet een relatie alleen met z'n tweetjes, we hadden een relatie met z'n drieën. Dus dat betekent dat Hielke, die kwam er ook bij. En we deden eigenlijk alles wat we maar in onze fantasieën konden creëren. Alleen, dat was voor mij een soort pain in the ass. Want als wij dubbele penetratie hadden, of we deden van alles, maar het was... De geluiden die erbij kwamen, datgene wat ik allemaal zag, dat had ik in pornofilms gezien, dat had ik in mijn fantasieën gezien. Dus wat er heel vaak gebeurde, bijna altijd gebeurde, dat ik zei stop, 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 stop. En dan moest iedereen stoppen, want ik was alweer net onder dat point of no return en ik wist ook niet van ga ik hem redden of ga ik hem niet redden. En dat was iedere keer zo. Dus... Ik had dan wel slow sex waarbij het wel goed ging. Alleen als ik wat extra prikkels kreeg, dan was het gewoon weer gebeurd. En toen dacht ik van ja, hoe moet ik dat nou doen? Nou ja, toen zijn we gaan masseren. Ademtechnieken had ik mezelf aangeleerd. Ik ging heel veel yoga ging ik doen. Ik had ook trucjes geleerd dat als ik bijna op dat point of no return kwam, dat ik dan op mijn perineum kon drukken. Of achter mijn eikel kon knijpen. Allemaal trucjes wat redelijk werkte, maar lang niet altijd. Ik vond het trucjes. En ik dacht bij mezelf, ja, maar ik wil gewoon vrij kunnen zijn in mijn seksualiteit. En ik wil die energie kunnen laten circuleren. Hoe doe ik dat in godsnaam? En toen ben ik erachter gekomen dat ik voor mezelf een behoorlijke roadblock had in mijn lichaam, op mijn lichaam. De voordelen van het controleren van het piekorgasme, want het heeft me zo gigantisch veel opgeleverd. En wat, hè? Wat dan specifiek? Nou, heb ik eventjes uiteengezet.
het behoud van mijn potentieel aan levensenergie. Dus die battery pack waar de Taoïsten over spreken, die blijft gevuld, die blijft op peil. Nou, wat ik meteen voelde, ik voel me krachtiger als man. Ik ben niet meer manipuleerbaar, wat ik altijd was. Ik hield de energie hield ik bij me. Ik kan het leren circuleren en ik voel me echt krachtig. Ik straal onbewust een nieuwe, veilige en aantrekkelijke energie uit. En nu hebben we over van, voel jij je verantwoordelijk voor jouw bewuste en onbewuste communicatie en de respons hierop? Doordat ik een andere kijk heb gekregen op vrouwen, hè, ik seksualiseerde vrouwen altijd. Ik was altijd maar bezig met, zal zij van seks houden, zij is een seksueel type, zij. Maar doordat ik mijn piekorgasme niet meer hoefde te hebben, doordat ik niet meer verslaafd was aan het piekorgasme, veranderde mijn gedrag, maar ook mijn energie naar vrouwen. Ik ging een vrouw zien als wie zij was en wie zij is, in plaats van een lustobject. Dus mijn energie die ik uitstraal naar de buitenwereld, die veranderde behoorlijk. Dus ook het respons naar mij toe. Ze noemden me niet meer een viezerik, want dat was niet mijn intentie. Emotionele schommelingen door eventuele kater na te hebben van een piekorgasme verdwijnt. Nou, dat zou je eventueel kunnen bijhouden als je daar bewijs voor wilt hebben. Nieuwe, andere sensaties tijdens nieuwe, andere sensaties. Nieuwe dalorgasmes. Nieuwe, andere sensaties tijdens nieuwe dalorgasmes. Nu met behoud van je seksuele energie en verbinding met jezelf en je partner. Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord, dalorgasmes. Ik had natuurlijk altijd piekorgasmes. Maar wat er gebeurt als je gaat oefenen om jezelf, om je energie te circuleren. We hebben hier natuurlijk die piekgrafiek. Wat er gebeurt... Stel je voor, als je begint hè, met dat nieuwe, het leren circuleren van je piekorgasme, dan zou het zo kunnen zijn dat jouw point of no return op 80% ligt. Hè, als jij dus zeg maar vlak bij die 80 komt, dan bang, dan ga je er overheen en dan kom je klaar. Maar als je dus gaat leren om je energie te circuleren en dus je piekorgasme te controleren. Wat gebeurt er dan? Dan stuw je als het ware je point of no return omhoog. Dus je gaat van die 80, ga je naar de 82, ga je naar de 85. En je oefent gewoon om en dat gaat eigenlijk vanzelf. Om dat punt hoger te krijgen. Nou, op een gegeven moment zit je bij de 99,9. En je hebt daar wel een partner voor nodig die je daarin ondersteunt. Want als een vrouw haar baarmoederenergie loslaat en jij zit op 99, dan is het bang en je komt klaar. Dus het is heel belangrijk dat zij ook, hè, dat zij helpt en zij zich kan en gaat ontspannen tijdens de seksualiteit. Maar op die 99,9, daar zitten je orgasmes. Dus als je daar uiteindelijk gaat komen, dan heb je wel orgasmes, maar het zijn geen piekorgasmes meer. Het zijn niet meer orgasmes die ervoor zorgen dat je prolactine stijgt, dat je dopamine zakt en dat je oxytocine zakt. Nee, je krijgt orgasmes, het zijn sensaties door je hele lichaam heen, maar... Je hormoonhuishouding blijft op peil. Alleen die bevindt zich vlak ervoor. Ja. Vlak voor de no point of no return. Wat? Dat orgasme, dat dalorgasme. Ja, ja, dat klopt. Vlak voor de point of no return. Orgasme. Juist. Bevindt zich vlak voor de point of no return. Ja.
En dat is een... Tricky. Is een spannend punt. Zeker weten. En dat is echt teamwork. Het is, want alleen zou je dat namelijk niet kunnen halen. Nee? Nee. Het kan wel. Als je heel veel ervaring hebt met masturbatie. Maar daar kom ik zo direct op. Ja? Oké, dus nieuw orgasmes en dat noemen we dan dalorgasmes. Doordat mijn piekverslaving verdwijnt, is geen drang meer naar het hoogtepunt en ben ik dus ook niet meer manipuleerbaar. Ik ben vrij en voel me nog krachtiger dan ever. Intimiteit, seksualiteit ervaren zonder doelgerichtheid, reageer in het moment en nu in pure verbinding. Ja, dus er is niet iets waar je heen moet. Er is geen doel meer, maar er is voelen in het moment. En als je die manier van seksualiteit gaat beleven, dan ga je veel meer ervaren dan dat je ooit hebt ervaren. Andere sensaties, maar ook de energieuitwisseling van de baarmoederenergie naar de eikel toe en wat gebeurt daar allemaal. Maar daar is rust en vaak slow sex voor nodig en weinig frictie. De verbinding... Wat zou je zeggen over gevoeligheid? Want met slow sex is er minder frictie, mm-hmm. Dus is er minder stimulatie. Ja, dus in principe zou je zeggen van ja, maar dan voel ik niks. Of dan is er mm-hmm. niks meer te voelen. Dat kan. Tenminste, dat je weinig voelt. Ja, omdat er altijd frictie is geweest. Ja. Ja, maar word je, denk je, ook gevoeliger als je dat langer doet? Als we kijken naar het vierstaps leerproces, dan heb je in principe altijd frictieseks gehad. En misschien ook met de masturbatie frictie gehad. Dus je bent onbewust bekwaam in het hebben van seksualiteit met veel frictie. Nou, je gaat stapjes terug en je gaat naar 2. Hè, dan ben je bewust onbekwaam in het sensitief worden van sensaties die je kunt gaan ervaren, want die heb je nooit eerder ervaren. Dat kwam omdat je op zoek was naar die frictie. Dus dat is ook een weg die je hebt te gaan en ook een onderzoek. En in slow sex is vaak, ga maar eens in elkaar liggen, hè, dat je eerst een stijve hebt en dan leg je in elkaar. En dan eigenlijk alleen maar voelen. Nou, dan kan het best zo zijn dat je de eerste periode hebt. Ja, weet je, ik verveel me dood, dit is helemaal niks. Ik voel niks, het is klaar. Maar naarmate je dat vaker doet, en ik kan je meditaties geven waarin je dat kunt voelen en kunt gaan ervaren. Naarmate je dat vaker doet, word je echt gevoeliger. En ga je meer sensaties ervaren. Maar het is echt oefening baat kunst. Je wordt wel gevoeliger dus. Absoluut, absoluut. Ja. Maar goed, ik zal je ook vertellen. Kijk, porno en lange masturbaties hebben consequenties. Maar daar kom ik zo direct op. Dus, ja, de verbinding en aantrekkingskracht tussen jou en je partner blijft sterk aanwezig, ook na de vrije partij. Dus dat is wel een hele mooie. Hè? Als je dus een piekorgasme hebt en die hormoonhuishouding doet zijn werk, dan is de aantrekkingskracht ook minder. Maar als jij je energie laat circuleren en gewoon kunt stoppen met de seksualiteit, dat de hormonen op peil blijven, dan is die oxytocine nog op peil. Dan is je dopamine nog hoog. Dan is je prolactine nog laag. Dus die aantrekkingskracht die blijft aanwezig. In principe is zij, of hij, waar je op valt, is eigenlijk constant de koning of de koningin. Het blijft aanwezig. Je partner zal zich uiteindelijk nog meer aan je gaan overgeven. Omdat hij of zij zich gaat... er gaat vertrouwen ontstaan. He, je bent niet meer solo gericht. Je bent niet meer alleen op zoek naar die piek. Nee, er mag ontstaan wat er wil ontstaan.
Dus er komt verbinding. Jij hebt verbinding met jezelf. En je kunt echt verbinding gaan ervaren met je partner. En dat doet iets in de veiligheid, in de hechting. Dus je gaat je vertrouwen. Je gaat diepere magische ervaringen meemaken doordat de baarmoedermond en de eikel elkaar kunnen gaan vertrouwen. Nou, daar kom ik later op terug. Maar in ieder geval, dit zijn de punten waardoor ik ja, die behoorlijke ommekeer heb gemaakt. Wij zijn aangekomen, want wat ik vertelde, ik had allerlei trucjes hè, om me uiteindelijk maar mijn energie te kunnen circuleren. Maar ik had niet het gevoel dat mijn energie circuleerde. Ik had gewoon het gevoel dat ik mijn piekorgasme onderdrukte. Van ja, dat mag er niet meer zijn. Want ja, maar dat het nou circuleerde, dat voelde ik niet. Dus toen dacht ik van nou, wat is er dan aan de hand? Wat is er, hoe komt het dat een ander dat wel kan en ik daar gewoon heel veel moeite mee heb? Als er maar iets heftigs gebeurt, dan is het bang. En dan is het weer klaar. En ik weet, hè, het is een consequentie van dat ik jaren 1, 2, soms 3 keer op een dag mijn piekorgasme eruit heb gegooid. Hè, snelle piek, half minuutje, klaar. Maar het kan toch niet zo zijn dat dan een consequentie is voor de rest van mijn leven. Ik moet dat ook kunnen. Dus ik ging op zoek. En toen kwam ik erachter dat ik een behoorlijk roadblock had in mijn lichaam. Die ervoor zorgde dat mijn energie stagneerde op een bepaald punt. En dan komen we bij de volgende. De microcosmic orbit. Nou. Mijn energie, die wilde er altijd via mijn penis, wilde die eruit. Wat ik graag wilde, is dat die energie zo achterlangs ging stromen. Nou, op een gegeven moment komt die energie, die gaat, maar die gaat weer terug en die wil dan toch weer hieruit. Dus er was een roadblock bij mij en dat is een stagnatie, dat is een verharding, maar ook een contractie. En dat zat bij mij in mijn anus. En de meeste mannen die hebben een gespannen anus. He, dat hoort er niet bij, dat is vies. Maar het is wel deel van je seksualiteit. Dus als dat delen niet mag zijn, als er veel schaamte op zit, misschien veel schuld op zit. Vaak ook op de seksualiteit hoor. Maar de anus is iets essentieels. Dat als dat erbij mag horen, als het mag stromen, dan kan die energie ook veel gemakkelijker rondom. Dus wat ik ben gaan doen, is ass work. En heel veel mannen, als ik hierover praat, zeggen ze, ja, maar ik ga niet met mijn anus aan de gang. Dat is, daar poep ik mee en that's it. Nou, dat kun je zeggen, maar de anus, daar zitten ook, dat is ook een erogene zone, dat is ook een seksuele zone. Het is, als je anus schoon is, is het heel fijn om daar gelikt te worden, om een tong in je anus te krijgen, om dat te kunnen exploreren. Maar als het een plek is wat er niet mag zijn, waar contractie op zit, bestaat het ook niet. Maar dan moet je ook niet verwachten dat die energie uiteindelijk lekker kan gaan stromen. Dus ik ben heel veel ass work gaan doen. He, met buttpluggen. Ik kan wel eventjes een buttplug erbij pakken. Bijvoorbeeld. Nou, ik heb hier een buttplug. Dat is een gewoon maatje. En daar kun je mee starten. En wat je gaat ervaren als je die buttplug gaat gebruiken, dat je eerste kringspier, eerst heb je je sluitspier, daar heb je je eerste kringspier, dat je eerste kringspier op spanning staat. En dat voel je als je maar indrukt, dat je, dat doet pijn. Dat wil je eigenlijk niet. Maar dat is hetzelfde als yoga. Als je je hamstring gaat oprekken in een yoga pose, dan voel je ook pijn. Nou, wat doe je dan? Je blijft daarin en je gaat doorademen en je accepteert ten volle die pijn. En uiteindelijk kun je weer een stukje verder. Terwijl je dat eerder niet had verwacht.
Nou, dat is ook hiermee zo. Je oefent, hè? Je oefent, hier heb je pijn. Nou, dan blijf je daar een beetje bij. Je gaat weer terug, je ontspant weer. En je gaat weer. En je voelt weer die pijn. Hè? Je blijft er een tijdje. En je gaat terug. En je gaat weer. En uiteindelijk zul je merken dat die eerste kringspier, die eigenlijk zo gespannen was, dat die zich steeds meer gaat ontspannen. Met het gevolg dat uiteindelijk, bij veel oefening, dat je energie inderdaad achterlangs kan. En dat ga je voelen door sensaties in je lichaam. Nou, ik heb hier nog iets. Hier kun je dan je prostaat mee masseren, bij wijze van spreken. Dus die anus, die mag deel worden van het lichaam. Dit is je eerste kringspier. Wat je kringspier doet, hier gaat die op spanning staan. Dan voel je, uiteindelijk heb je hem erin. En dan ontspant hij weer. En hier blijft hij vastzitten. Dus als jij een piekorgasme ervaart, of in ieder geval veel opwinding ervaart, dan is het niet zo dat je maar uitdrukt. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Nee. Het kan alleen zo zijn dat je zo gaat ontspannen, hè, dat je maar uitdrukt. Maar in spanning gebeurt dat niet. En weet je, het is asswork doe ik dus, of deed ik heel veel, alleen. Ik deed gewoon 2 keer per week, deed ik asswork. En deed je dan, stond dat los van seksuele, ja toch? Gewoon, ja, oefenen. Dat was yoga. Dus het is niet zo van, nou, oh, dan word ik geil of zo. Of en heb je dan, is er nog iets dat je advies hebt over hoe dat goed, moet je gewoon zelf een beetje uitzoeken? Nou ja, wat ik heb verteld, weet je, je gaat voelen dat je, het kan ook al zo zijn dat je kringspier op spanning staat. Daarna komt je eerst, of je sluitspier, daarna komt je eerste kringspier. Maar dan op weg naar je dikke darm heb je nog 3 kringspieren. En iedere kringspier kan op spanning staan. Dus het is niet zo dat als je die eerste gedaan hebt, dat je van, nou, die is soepel. Nou, dan kun je verder gaan en kijken van, nou, hoe is die tweede kringspier? Hoe is het met die derde kringspier? En dan heb je een wat langere nodig dan deze. Dus ja. Het begin. Dus dat was voor mij fantastisch. En ik ben daardoor ook gevoeliger geworden in mijn anus. Kijk, mannen zijn in de mogelijkheid om een full body orgasme te krijgen in de anus. Op het einde van je endeldarm, op weg naar je dikke darm, daar zit een plekje wat heel gevoelig is. Ja, dat bijna is dan pijnlijk. De G-spot. Nou ja, de G-spot zou ik meer zeggen, dat is dan de prostaat. Daar zit een plekje wat gewoon heel gevoelig is, pijnlijk vaak. Maar als je kunt ontspannen in die pijn, dan kan die pijn transformeren in orgasme. En als dat orgasme afgaat, dan gaat je hele lichaam gaan shaken. Dus ja, alleen... mannen die willen dat dan ervaren, dat is dan een doel, terwijl dat zou geen doel moeten zijn, omdat een anus heeft tijd nodig. Hetzelfde eigenlijk als een vagina. Mannen zijn vaak veel te snel, ja, omdat ze veel te doelgericht zijn, maar een vagina die echt open is, dat kan soms wel eens 40 minuten duren. 20 tot 40 minuten om echt helemaal open te zijn. Nou, als je als man heel doelgericht bent, ja, dan kan het zo zijn dat daardoor vrouwen zich gaan armen. Dus vrouwen zich gaan sluiten onbewust, omdat je te snel bent als man zijnde. Maar dan komen we later op, want dat heeft te maken met een verlaagd libido. Dus de microcosmic orbit, nou, die hebben we nu gehad. Ik heb een mannengroep en daar ga ik 1 keer per maand heen. En ik ben er door mijn mannengroep achtergekomen, want daar is zoveel informatie. Die weten veel, die leven veel en we delen altijd alles open. En ik kwam er via hun achter
dat er niet alleen een piekorgasmeverslaving kan zijn, maar dat er ook een dopamine high verslaving kan zijn. En dat was voor mij nieuw. En, maar dat hangt met elkaar samen, toch? Nou, nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Of dat hoeft niet zo te zijn. En ik zal je uitleggen waarom. Kijk, een dopamine high verslaving, dat is dat je een bepaald gedrag doet en je weet zeker dat je in een bepaalde stemming komt. En dat kunnen sporters ook hebben. Er zijn marathonlopers of er zijn lange afstandlopers die het fantastisch vinden om een lange afstand te lopen, want dan komt er iets vrij. Het kan ook zijn endorfine of zo, maar ik noem vaak de dopamine. Er komt een stofje vrij waardoor je je fantastisch voelt. Dus je weet, als ik dat gedrag doe, dan komt er dat vrij. Het kan ook zo zijn dat je een sigaretje opsteekt. Van, nou, dan komt dat vrij. Ik steek het op, dan komt dat vrij. Maar het kan ook zijn gokken. Het kan zijn kopen. Gadget kopen. Nieuwe dingetjes kopen. Het kan zijn targets halen op je werk. Het kan zo zijn dat je waardering krijgt, dus ook veel waardering gaat vragen, dat een bepaald iets met je doet. Kitesurfen, maakt niet uit, als je een bepaald gedrag doet, dan weet je van, ik kom in die stemming. Nou, dus in die mannengroep kwam ik er dus achter dat er dus mannen, mannen verslaafd zijn aan die dopamine. En dat is dus niet aan al die dingen die ik nu noemde, maar het heeft te maken met porno. En die mannen, wat die specifiek doen, is die masturberen met porno. Maar dat doen ze niet voor die snelle piek, maar dat doen ze meer om net onder dat point of no return te blijven. En dus eigenlijk het optimale gevoel wat je maar kunt hebben, dat je dopamine het hoogst is. En zo'n sessie, zo'n masturbeersessie met porno, die kan soms uren duren. En dat was voor mij echt een nieuwe wereld, want als ik het deed, dan was het een minuutje en ik was klaar. Maar bij hun duurt het echt uren. En je kunt je afvragen van, ja, maar hoe doe je dat dan? Want op een gegeven moment dan wen je toch aan een bepaalde prikkel. En dan zie je die seks en denk je, ja, op een gegeven moment dan zakt dat. En dan ben je niet meer, dan zit je niet meer in zo'n dopamine high. Nee, wat er dan gebeurt is, je kunt dus met porno kun je dus regelen dat je een nieuwe vrouw krijgt. Dat je andere scènes krijgt, dat je een nieuwe omgeving krijgt, nou ja, wat dan ook, andere kleding, andere. Dus je kunt ervoor zorgen dat constant die prikkel, dat je die binnenkrijgt en die dopamine net onder dat point of no return zit. Je kunt je voorstellen dat als je kut voelt, hè, als je navoelt of zo, en je gaat dat doen, dan voel je fantastisch en dan kun je uren in blijven. Ja, dat was voor mij nieuw. En ik heb dat wel onderzocht. En doordat we training geven in de magie van seksualiteit, ben ik een hoop mannen tegengekomen. En ook met ditzelfde probleem. Want uiteindelijk wordt dat het. Want dat heeft namelijk consequenties. Want kijk, als je oefent, hè, oefent met porno. Wat je dan eigenlijk doet, is je bedrijft seksualiteit. Zonder referentie. Dus er is geen persoon aanwezig, er is een beeld aanwezig. Dus wat er niet is, is het gevoel, is de reuk, is de geur. Maar er is dus een beeld aanwezig. Je oefent. In principe oefen je mindsex.
Want wat er gebeurt, je kunt masturberen en dan sla je in principe, sla je je hart over, de sensaties sla je over en je creëert dus een soort mentale orgasmes. Nou, en dan kun je nog zeggen, ja, maar weet je, ik schaad daar niemand mee. Ik doe dat met mezelf, ik schaad daar niemand mee. Nou, dan kun je vragen, is dat zo? Want ten eerste is het meestal, zit daar heel veel schaamte op, zit daar schuld op, is het stiekem en mag het niet bestaan. Nou, dat is al stagnatie. En als je dus oefent in seksualiteit zonder hart, dan zou het zo kunnen zijn dat als je seksualiteit gaat bedrijven met een partner, dat je dat zonder hart gaat doen. He, dat je dat gewoon puur voor de seks, puur voor die mentale orgasme gaat doen. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja oké, maakt nou uit. Alleen, er is op dat moment geen verbinding. En die vrouw of die man met wie je seksueel contact hebt, die kan dat voelen. En vooral als iemand heel gevoelig is. En die kan voelen dat je niet aanwezig bent. En vaak gaan ze zichzelf de schuld geven, want je bent er fysiek, ben je er wel. Alleen energetisch en met je hoofd ben je ergens anders. En dat is gevaarlijk. En dan hebben we weer het vierstaps leerproces. Hè, want je bent in principe dan onbewust bekwaam in het hebben, het kunnen hebben van seks zonder hart. Maar ook zonder persoon. Dus je kunt dat ook, je kunt dat hanteren en dat gaat soms heel erg onbewust tijdens de seksualiteit. Nou, als je daar ook weer vandaan wil, als je denkt van ja, maar ik wil dus echt een verbinding met mezelf. Want je verneukt jezelf ook nog eens met die porno. Omdat je niet in contact staat met jezelf. Je hart doet niet mee. Er zijn hele delen in je lichaam die niet meedoen. Het is alleen maar de mind die je traint. En die heeft steeds meer input nodig. Die wordt steeds eigenlijk zieker en afhankelijker van andere input. Misschien heftiger. Dus de vraag is als je porno bedrijft als man zijn. En ik denk dat 95% van de mannen die doen dat. Of je daarmee door moet gaan. Als je echt in contact wil komen met jezelf. En daardoor echt in contact kunt komen met je partner. Dat is de grote vraag. Ja, ik weet nu al dat er was laatst een vrouw op de training en die zei van ja, maar nu snap ik het. Want die had dan een partner en die wilde dan dat zij die hakken aandeed, die lingerie, een rode jurk. Ze moest op die manier gaan liggen. En toen dacht ze ook iedere keer, maar waarom wil je dat nou iedere keer? Waarom wil je dat nou? En toen ik dit vertelde, toen ging er een lichtje branden. Het was puur die mindsex. Puur die mentale orgasmes. Want als ze dat aan had, dan was het geil. En dan kon hij klaarkomen. Want de consequentie van veel pornobedrijven, zeg ik dan maar. En dat merken we dus tijdens onze trainingen. Is dat als je het op een andere manier gaat hebben, als je de porno gaat elimineren uit je leven, dan kan het best zo zijn dat je een periode geen stijve pik of een minder stijve pik gaat ervaren. Of je pik niet stijf kunt houden tijdens de seksualiteit, omdat je die extra prikkel niet meer gaat genereren. Dus ja, dat is een gevolg. En ook daarin hebben we het leerproces. Hè. We gaan eigenlijk van externe prikkels naar echte fysieke prikkels. En soms, voordat die beelden uit je hoofd zijn, kan je echt wel een hele periode doen. Dus dat is een consequentie. En nou, dan is het ook weer mooi dat ik dus vertelde van voel jij je verantwoordelijk voor jouw bewuste en onbewuste seksuele communicatie en de respons hierop. Want als jouw vriend of vriendin zegt van ik voel je niet, ben je er wel,
dan kun je denken, joh, zak in de stront, ik ben het toch. Maar je bent ergens anders mee bezig. En aan de reactie, hè, kun je dan beseffen dat je er echt niet was. Dus je mag best zo'n reactie op dat moment voor waar aannemen, want je bent er niet. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de voordelen. Want wat ik ook vertelde, van porno is vaak een methode om niet te hoeven voelen wat er in het moment is. Dus het is eigenlijk, als je je kut voelt, dan weet jij een hele mooie methode om je goed te voelen. En dat kan uren duren. Dus je kunt uren kun je goed voelen. Alleen er komt altijd weer een moment dat je weer naar het huidige moment gaat. En daarin, in principe wil dat moment gevoeld worden en doorvoeld worden. Om uiteindelijk te kunnen transformeren. En dat moet je aan willen gaan. Want wat wij zeggen van de magie van seksualiteit is, elimineer porno uit je leven. En dat kan ik zeggen, omdat ik dat zelf nooit meer doe. En ik kan het ook zeggen omdat ik weet wat voor consequenties dit heeft voor jezelf en voor de ander en voor de rest van de wereld. Want het is natuurlijk ziekelijk dat kinderen van 11, 12 jaar op het net alle beelden al tot hun beschikking kunnen hebben. En dat zij, mijn zoon die was 14 jaar en een meisje uit de klas die vraagt van Dani, naar welk soort porno kijk jij? Even uitgaande dat hij ook porno kijkt. Het is gewoon de normale zaak van de wereld en zij worden daarmee opgegroeid. Doet hij dat wel of niet? Dani niet, nee. En dat is je ook niet. En maar het is ook, weet je, het is natuurlijk ook omdat wij praten er natuurlijk zo open over. Zij kennen de consequenties. Zij weten het. Dat leven wij. Dus zij leven met ons. Dus nee. Nee. En ik heb wel eens gezegd, ga eens kijken, dan weet je wat er speelt, weet je wel. Maar hij heeft er absoluut geen interesse in. Oké. Dus ons advies, ook die porno te elimineren en leren om in het huidige moment te kunnen zijn en te zijn en daarin te voelen. Wat er ook is, hoe kut het soms ook is. Hè? Want niet iedereen voelt zich altijd gelukzalig en dat mag er zijn. Het wil gezien, het wil gevoeld, het wil gehoord, het wil getransformeerd worden. Maar zolang je het uit de weg gaat, zolang je het eigenlijk onderdrukt, kan het ook niet geheeld worden. Kan het ook niet getransformeerd worden. Nou, wat zijn de voordelen door totaal verwelkomen van wat is en dus stoppen met porno en dopamine high gericht? Van solo seks, porno en eenzaamheid naar verbinding in contact en in de seksualiteit. Veel extra tijd, veel extra vrije tijd door het stoppen met masturberen, fantaseren en obsederen. En dan heb ik het echt over vaak mannen. Mannen die soms wel 2 sessies van 2 uur per dag doen. Je houdt een hoop tijd over. En het is confronterend, absoluut. Want ik zal je vertellen, de meeste mannen Die hebben hier problemen mee om te stoppen. En die zoeken zelfs, je hebt de AA, dat is voor de alcoholisten. Maar je hebt ook de SA, dat is voor sexaholic, seks. In ieder geval, het is een AA-club voor seksverslaving. En het is best interessant, ook tijdens onze training, als mannen vooral daarmee gaan stoppen, dat ze een buddy krijgen. Hè? Dat je gaat delen van wat gebeurt er specifiek als je de drang voelt.
En kan je dan iemand bellen of kan je dan eventjes in contact gaan? Want vaak is de steun van andere mannen kan heel belangrijk zijn. En daarom hebben wij ook een mannengroep, zodat we datgene wat er in ons leven ontstaat, wat gezien wil worden, wat geleefd wil worden, dat we dat kunnen delen met andere mannen. Nou, zoals jij misschien nu ook wel een mannengroep aan het creëren bent. Ervaren van gevangenschap naar vrijheid. Nou, het is vaak een gevangenschap omdat mannen dat vaak stiekem doen. Ja, ze doen het stiekem. Van geheim gespannen leven naar leven in eerlijkheid, openheid en ontspanning. Het object van referentie in de seks zijn niet meer de fantasieën, interne gecreëerde situaties of pornobeelden, maar wordt verbinding met je partner in het moment. En daar heb je tijd voor nodig. Daar heb je tijd voor nodig. Doordat je nu echt gaat verbinden met je partner in het moment, kan zij zich nog meer overgeven en ontspannen. Groeit het gevoel van veiligheid en vertrouwen, wordt zij nog seksueler en orgastischer. En wil zij zich door jou in volle overgave laten nemen. Omdat ze jou gaat zien als een man die geankerd staat en blijft staan. Je kunt je gaan richten op andere, gezondere bezigheden die jouw dopamine doen verhogen. En dat is misschien niet die snelle reactie die je hebt als je porno kijkt. Want dan is het, je kan het binnen een minuut bereiken. Maar als je gaat sporten, of je doet yoga, of je gaat naar het strand, of je gaat naar het bos. Dat doet ook iets. En dat is een minder snelle reactie. En het is wel een hele gezonde reactie. En denk ook aan gezonde voeding. En dan zijn we aan het laatste onderwerp toegekomen. En dat is een verlaagd libido. En een verlaagd libido, dat zou ik kunnen vertalen bij mannen. Dat ze bijvoorbeeld geen stijve piemel krijgen. Of dat hun piemel niet stijf blijft. Dat ze sowieso al helemaal geen zin hebben in seks. Of in intiem contact. En bij vrouwen is het ook het geen zin hebben in seks. Uitdroging, dus niet meer nat worden. Een dichte vagina, dus dat er sowieso al geen penetratie mogelijk is. De reden dat veel mannen een verlaagd libido hebben, is dat er veel schaamte en schuld zit op de seksualiteit. En dat is niet bij alle mannen zo, maar bij veel mannen is dat wel zo. Waardoor dat is afgesneden van de rest van het lichaam. En daardoor is daar geen optimale reactie. Dat is vaak wat er gebeurt. Dus eigenlijk iets, een deel van het lichaam wat er niet mag zijn, wat niet mee mag doen. De eigenwaarde heeft een behoorlijke knauw gekregen en dat kan zijn door ervaringen, dat kan zijn door vernederingen, dat kan zijn door het vertrappen van je hart, wat dan ook. Dat kan ook een reden zijn. Misbruik. Je kunt bijvoorbeeld, ik had het net over seksuele manipulatie van een vrouw naar een man, maar het kan ook andersom zijn. Dus het is altijd ook de andere kant op. Dus misbruik, dus het kan zo zijn seksueel misbruik, maar het kan ook manipulatie zijn. Het kan allerlei oorzaken hebben. Stress is natuurlijk een killer. Stress, ja. Maar ook het gevoelloos worden door het vele masturberen. Dat kan ook. Hè. Dus mannen die echt lange sessies hebben doorlopen, kan het zo zijn dat die als die stoppen, dat die een lange periode gaan ervaren dat ze geen stijve piemel krijgen. Of dat ze niet stijf kunnen houden. Dat kan, absoluut. Het kan zo zijn dat je levensenergie, die battery pack,
aan het slinken is. En dan behoorlijk aan het leeg raken is door altijd maar dat piekorgasme eruit hebben gegooid. En dat die battery pack gewoon op zijn einde is. En dat is vaak bij wat oudere mannen. Maar goed, je weet nooit met hoeveel levensenergie je geboren bent. Weet je, dat is... Wat zou je adviseren aan mensen die heel veel werken? En ik zie bijvoorbeeld een vriend van mij, die zei dat hij heel weinig zin heeft eigenlijk. Mm-hmm. En dat is iemand die heel veel werkt. Mm-hmm. Dus wat zou je daarvoor adviseren? Nou, kijk, heel veel werken, targets halen, keihard werken, nog harder werken, is natuurlijk ook een verslaving. Ja. Dus we hadden het net over dopamine high. Nou, daar krijgt hij een dopamine high van. Ja. Want als een klus af is, denk maar dat je een lekker gevoel krijgt. Maar iedere keer weer een nieuwe klus, iedere keer dat lekkere gevoel. Ja. En targets halen, oh yes, ik heb het weer gered. Het doet allemaal iets. Dus als je beseft dat een verslaving is, dan kun je dat ook bewust gaan maken en daar stappen in gaan ondernemen, als je dat wilt. Want, weet je, het kan zelfs ook een onderdrukking zijn van iets wat je niet wil voelen. Dat is het natuurlijk ook vaak. En wat gebeurt er als je in het huidige moment gaat stappen en alles leert doorvoelen, ja. wat er is. Vaak is het een vlucht. Is dat ook, want hij verdient heel veel geld, elke keer krijgt hij... Ja, dat is ook kicken, toch? Is dat ook een dopamine... Ja, weet je, dat heeft er allemaal mee te maken, absoluut. Absoluut. Ja, dus... Maar ja, je weet hoe het is als je iets koopt, of als je... mensen hebben het met gokken, het winnen van iets, maakt niet uit, het zijn allemaal kicken. En als je weet van wauw, zo werkt dat, dan wil je er meer van, dan wil je er meer van. Ja, en uiteindelijk dan wendt je mind weer aan zo hard werken, dus we gaan nog harder werken, want we moeten nog wel diezelfde kick krijgen. Dus het is gewoon verslavend. Totdat je door hebt, maar heb je vaak al een burn-out. En dan ga je of stoppen, of je gaat een tijd stoppen en je gaat weer op dezelfde voet door. Het zijn seintjes natuurlijk, die je natuurlijk krijgt, waar je... Het wordt aangereikt door het lichaam, door je geest. Dus ja, maar het is interessant, want ook dat, dat heeft ook allemaal te maken met je seksualiteit uiteindelijk. Maar ook de onderdrukking van je seksualiteit. Onderdrukking van fantasieën. Misschien ook wel daderschap. Het heeft er allemaal mee te maken. Dus het een staat niet los van het ander. Dus bij mannen. En dan bij vrouwen. Nou, vrouwen die hebben, zoals je weet... Grappig. Ik was net dat ik dacht... Ik wil wel een klein kopje over vrouwen horen. Ja. Vrouwen, wat ik net vertelde, die hebben wat opwarmtijd nodig. Vaak. In de seksualiteit. In ieder geval dat ze tot het moment dat ze helemaal open gaan. Het kan zo zijn dat ze gigantisch geil zijn, maar dat betekent niet dat ze al helemaal open zijn. Maar het helemaal open zijn, dat duurt soms een periode bij hun. En mannen zijn vaak te snel of te doelgericht, waardoor zij onbewust zich gaan sluiten. En dat doen ze niet expres, maar dat doen ze wel om zichzelf te beschermen. En wat er dan ontstaat in de vagina, zijn vaak of pijntjes, dat ze pijnplekken gaan voelen op bepaalde plekken in de vagina, of ze worden gevoelloos. Dat als je ze daar aanraakt, dat ze eigenlijk helemaal niks meer voelen. Een soort muur die ze neerzetten, een soort mist, waardoor sensaties niet meer gevoeld hoeven en kunnen worden.
Dus ook vaak teleurstelling. Want, en weet je, het is niet zo dat alle mannen vrij snel komen. Maar er zijn veel mannen gericht op zichzelf. Uit puur onwetendheid. Dus als je gericht bent op jezelf en je werkt eigenlijk alleen maar naar het piekorgasme toe. Je doet wel wat leuke dingetjes voor haar, maar uiteindelijk is dat piekorgasme belangrijk. Dan voelt zij dat. Want zij, dan is er geen echte verbinding. Dus dan is het teleurstelling uiteindelijk. Iedere keer weer die teleurstelling. En dat zorgt ook voor opdroging. Dat kan ook zorgen voor een armring. En doordat ze zichzelf armert, zeg maar, ja, dan voelt ze ook geen genot meer. En dan is er ook geen zin meer. Dus dan is het vaak zo dat vrouwen die dat ervaren, die komen dan hier in de praktijk en die willen weer seksueel op stroom komen. Alleen het interessante is dat je kunt hier wel komen, maar als je dan uiteindelijk blijft doen wat je altijd deed, dan armer je jezelf net zo snel weer. Dus het is wel zaak dat je met je partner, als je die hebt, ook een ander traject gaat hebben dan wat je altijd deed. Dus dat je op een andere wijze intimiteit en seksualiteit gaat bedrijven. En dan kom je bij onze training.